Ik ga lekker mijn biertje koud zetten. Wat gaat u? Mijn biertje koud zetten. Biertje kaatsen? Biertje koud zetten. Je moet godverdomme hard liggen, lul. De buurt wordt hier geterroriseerd door mensen op scootmobielen. Het is echt verschrikkelijk. Mensen voelen zich niet meer veilig. Het is levensgevaarlijk. Overal scootmobielen. Kijk, daar hebben we er weer een. Het is ongelooflijk. Nee, voor af en toe lijkt het hier wel een Formule 1-baan. Zo hard dat ze hier door de straat heen gaan, maar ook met kleine kinderen dat ze niet uitkijken. Er zijn verschillende kleine kinderen hier al omver gereden mee. Dus hoe ver moet je gaan? Wil je het stoppen? Meneer? Ja, wat moet je? Ik heb een vraagje. Ja, nou, vraag maar. Nou, er is hier heel veel overlast van mensen op scootmobielen. Ja, dat is mooi. Ik heb hem nodig. Maar rijdt u wel een beetje rustig? Nee hoor, ik heb een V1 erachter zitten en een expansieuitlaat, dus u race lekker hier door de straat heen? Ik ga de kerel als een idioot. Ik probeer me zoveel mogelijk rekening te houden met andere mensen. Ja. Maar dan moeten de mensen ook wel rekening houden dat als ik maar snelheid aanpas, dat ze niet eventjes snel zo voor me langs lopen en dan gaan lopen mopperen dat ik niet oplet. Nee, dat is waar. Dat gebeurt vaak genoeg. Nou. Je hebt hier soms dat je moet vluchten, gek gezegd, omdat ze veel te hard rijden. En ik vind, die dingen moeten zo hard rijden als dat je kan lopen. Ja. Weet jij trouwens hoe snel ze mogen rijden? 6 km/u. 6 km, dat is wel heel erg lang. Dat is heel lang, ja. Ik snap wel dat ze wel een beetje meer gas geven. Dat kom je niet zo vaak tegen. Nee. Maar wat zou een oplossing zijn? Flitspalen of spijkermatten? Nou, ja. Ik denk dat er meer van die hobbels hier moeten komen dan. Ja, want, drempels. Dat houdt ze tegen. Dus u zegt, helemaal volleggen met drempels hier? Ja, nou, ja. Maar toch regelmatig drempels om het een beetje leefbaar te houden dan. Er schijnt hier heel veel overlast te zijn van mensen op scootmobielen. Ja, ik kom hier scootmobielen. Op zo'n apparaat waar u op zit. Joh, dat weet ik niet. Ja, dus schijnen de mensen allemaal bang te zijn hier. Die zijn bang dat ze aangereden worden. Dan moeten ze zelf ook uitkijken. Maar heel veel mensen die zijn er een beetje bang voor. Ja, nou, ik kan er weinig doen. Ik heb er een heuse toeter op. Dat is wel een mooie toeter. Ja, dat ding rijdt toch niet harder dan 10 man. Ja, maar mensen zeggen echt dat ze worden geterroriseerd door allemaal mensen op scootmobielen. Oh ja, nou, ik zeg iedereen gedachtig allemaal. Niet erbij. Maar straks rijdt u iemand aan. Wat zou u dan doen? Ja, wat moet ik dan doen? Moet ik hierheen kruipen? Ik denk dat u maar moet kruipen dan, ja. Dan ben ik goed bijplaat. Want ja, ze rijden en ze kijken niet. Ze rijden harder dan dat een voetganger loopt. Ja. En dat kan wel gevaar opleveren inderdaad. Maar u kunt hem ook opvoeren. Top. Ja. En dan? Lekker racen. Ja, dan moet er een dubbele accu in. Dan gaat dubbele uitlaat? Ja. Het is goed met je. Maar ze rijden rustig voor je sokken. Ja. Maar ja, van dat je klopt. Sokken. Ja, dat klopt. En ze rijden hier rustig, jongen. Ja, dat ja. Klopt. Dat is ook wel zo. Ja, ik heb ook een ex die nooit buiten komt. Maar ik heb een ex die thuis zit. Die komt ook in een rolstoel. Wacht even, wat gebeurt hier? Meneer, wat is dit nou? Hoe doe je? Is het uw auto? Mooi. Dat is wel een mooi ding. Zo'n die kleine. Oh, leuk. Pas op. Oh. En af en toe ben ik echt wel staat om tegen die achterband te trappen van zo, nou leg jij op je muil op plaats van ik. Er schijnt hier heel veel overlast te zijn van mensen op scootmobielen. Ja, daar ken ik niks aan doen. U bent dat niet? Ik niet, geloof ik niet. Ho, rustig mevrouw. U rijdt te hard. U rijdt te hard mevrouw. Wel nee. Ik heb een wandelstok bij me. Als je niet ophaalt, dan krijg ik voor jij. Nou, meneer. Je stapt me toch. Waarom zit ik in de rolstoel? Of in een scootmobiel? Nee, maar kijk, het is zo. Ik hoorde van heel veel mensen dat ze dus. Ja, dan zijn ze lekker boodschappen aan het doen. Dan lopen ze lekker rond. En in één keer komt er een scootmobiel zo bijna tegen hen aan. Ja, dus? Nou, die zeggen een beetje. Ze zijn een beetje bang om boodschappen te doen. Gaan jullie alles groot en breed maken? Hoe zit het normaal met de corona rondzooi en deze tijd, man? Nee. Ik ga lekker mijn biertje koud zetten. Wat gaat u? Mijn biertje koud zetten. Biertje kaatsen? Biertje koud zetten. Je moet godverdomme hard liggen, lul. Wat is... Wat? Biertje koud zetten? Meneer? Klein vraagje nog. Ja. Past u wel op? Nee. Ja, maar als u... Absoluut niet.
Vanaf 80, hè? U gaat veel te hard, meneer.